Noordwijk, met zijn betoverende duinen, bruisende boulevard en 13 kilometer lange zandstrand. De kust heeft altijd een onweerstaanbare aantrekkingskracht gehad op iedereen en we voelen ons er thuis. Daarom de vraag, waar zou u er een vakantiehuisje willen? De eilanden, denk ik. Noordwijk vind ik het publiek, ja. ik vind hier de omgeving lekker rustig, netjes en geen slechte dingen over gehoord. Ja, nou, mijn eerste droom heb ik sowieso waargemaakt. Dat is vakantiehuisje daar, strandpaviljoen bij Zeemeel. Dat zou ook sowieso aan de zee zijn, ja. Een vakantiehuis aan zee, toch wel een droom van velen. Maar vaak wordt gedacht dat het of onbetaalbaar is of gewoon moeilijk en lastig. Terwijl dat misschien heel erg meevalt. Nou, vandaag willen we je een beetje wegwijs maken en gaan we hier in Noordwijk op bezoek bij Recreatiepark de Noordwijkse Duinen. Daar verkopen ze zowel appartementen als huizen, dus kom maar mee. Dit park is één van de twee topparken in Noordwijk. Het heeft schitterende eigen recreatiefaciliteiten, maar binnen een paar minuten sta je hier ook op het strand. Er is een aantrekkende en aantoonbare groei van toeristen op dit vakantiepark. En dat maakt de koop van een huis of appartement hier juist erg interessant. Ja, en waarom is dat nu? Natuurlijk vanwege het rendement. Want vanwege die grote toestroom aan binnenlandse en buitenlandse toeristen en vanwege de ligging en de accommodatie schijnt dit heel gemakkelijk te verhuren te zijn. Ze hebben me hier op het park verteld zelfs dit type huis 7,1%. Dus dat is nogal wat. Dit is de Duna Casa. We gaan er even binnen kijken. Verzorgd, slaapkamers. Oh, drie nog wel. Wauw. Oh ja, deze. Wat een ruimte. Douche. Zo, lekker ruim terras. En dan ben ik dus benieuwd of iemand op het park mij hier kan vertellen over de verhuur van die huizen. Ik ben benieuwd. Debbie, mooi park heb je hier. Dankjewel. Ik was net bij die Duna Casa en daar had ik het over de verhuur, maar waarom is dat zo populair? Noordwijk heeft een prachtige ligging, dicht bij het strand, de Keukenhof, Corpus, Amsterdam. Voldoende mogelijkheden om erop uit te gaan. Oké, maar hoe werkt dat nu als ik zelf een huisje koop en ik wil er zelf op vakantie, ja? Maar ook af en toe verhuren? Dat kan, dan krijg je een inzage in de Mijn Toppark site, daar krijg je een inlogcode voor. Kan je zelf kijken wanneer die beschikbaar is en kan je dus ook zelf aangeven wanneer je zelf wil komen. Dus weekjes gewoon aanvinken? Ja, maar hou rekening mee, niet in het hoogseizoen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die in het hoogseizoen willen komen, ja, en dat biedt het meeste voor jullie. Dus dat rendement is flink aan het aantrekken? Dat lijkt me ook zo. Oké, ook wel belangrijk. Dan kan ik daarna weer vaker op vakantie. Dat bedoel ik. Je bent er ook op ingericht, het park. Want ja. Wat voor faciliteiten heb je voor het hele jaar? Indoor zwembad, we hebben een restaurant, animatieprogramma voor jong en oud. Dat er van alles georganiseerd wordt. En ik zag iets rondlopen, ik geloof een mascotte is dat? Ja, Topper Bob bedoel je? Dat is Topper Bob. Ja. Nu staan we hier niet voor niks bij dit mooie gebouw. Dit zijn de... appartementen. Dat is dus een andere manier van vakantie vieren dan in de huisjes. Het is wat luxer, het is wat meer voor stellen, zonder kinderen. Ja, ze zien er gewoon fantastisch uit. En is dat ook te koop? Dat is ook te koop. Dan wil ik hem zien. Toch wel lekker, ja. Zo'n vakantiewoning of appartement aan de kust waar je af en toe zelf kan vertoeven en het de rest van het jaar voor je wordt verhuurd. Het is dan ook een ideale uitvalsbasis voor al die leuke dingen en attracties in de buurt, waarbij het strand natuurlijk trekpleister nummer 1 blijft. Nou, ben je dus nog op zoek naar een leuk vakantiehuisje aan de kust? Hier in Noordwijk zijn nog mogelijkheden genoeg. Wil je meer informatie over? Dan kan je naar onze site of ga naar onze Facebookpagina. Daar vind je altijd leuke acties. En heb je dit weekend toevallig niets te doen? Dan kan je hier naar Noordwijk, want op het park is het open dag.